Hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn vlog over vermissingen. Deze vlog gaat over social media bij vermissingen. En daarvoor ga ik naar een expert, een echte kenner, en dat is Rick de Haan. Het is ongeveer een half uurtje rijden. Het is me gelukt, ik heb Rick gevonden. Hij zit hier naast me. Hoi Rick. Hallo kijkers. Ik ken je al een tijdje, ja. Maar zij jou nog niet. Nee. Wie ben je? Hallo, ik ben Rick de Haan. Ik ben werkzaam bij de politie in Noord-Holland. En ik heb mij de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met de toepassing van sociale media bij de politie. Maar ook buiten de politie ben ik aardig actief op heel wat platformen. En ik begreep dat jij wat vragen had over sociale media in relatie tot vermissingen. En laten we kijken of ik die kan beantwoorden. Eerste vraag is eigenlijk, als je dus iemand wil plaatsen op social media, waar moet zo'n bericht nou aan voldoen? Wat werkt? Ja, wat werkt sowieso op sociale media, en dat zie je de afgelopen jaren best wel een vlucht, dat het een vlucht heeft genomen, is visueel beeld. Als het gaat om een vermissingsbericht, dan zou een foto heel krachtig kunnen zijn. Je kan een hele lange tekst opnemen met een omschrijving van hoe iemand eruit ziet, maar met de foto zie je het meteen. Ja, foto is heel nuttig. Ja. Voor- en achternaam kan heel erg nuttig zijn, ja. Maar beide is wel enorm privacy schendend. Zeker, ja. Daar moet je rekening mee houden. Dat wat je online zit en waar je het online zit. Het kan zijn dat je het er niet meer zo makkelijk vanaf kan krijgen. Dus dat is wel een overweging die je hebt. Ja, en wees duidelijk in je bericht. Ja, feitelijke details. Het gaat niet om het hele verhaal om de vermiste. Je doel is de vermiste vinden. Dus zet in het bericht vooral datgene waarmee de vermiste herkend kan worden en gevonden kan worden. Ja. Maar je geeft aan, dat delen is wel een dingetje, maar er zijn dus heel veel besloten platformen. Nee, dan zou ik het niet zo snel zien kijken naar de lokale WhatsApp of vergelijkbare groep. Er zijn ruim 8000 WhatsApp groepen in Nederland. En die kun je vinden op de website www.wabp.nl. Ja. Wordt nu nog even ondertiteld hier. Ja. daar kun je de beheerders van de groepen vinden. En niet iedereen is actief misschien met een lokale WhatsApp groep. Maar je hebt ook lokale Facebook groepen. Je bent IJmuidenaar als, je bent Amsterdammer als, dat soort groepen. Daar zijn heel veel mensen uit de omgeving bij aangesloten. Ja. Ook daar kun je berichten op plaatsen. Dat is wel wat openbaarder natuurlijk dan WhatsApp. Dus daar kan je berichten wel weer wat ruimer worden opgepikt. Maar vaak zijn dat wel groepen die beperkt zijn tot een geografische omgeving. Ja. Nextdoor is ook een app die veel gebruikt wordt in het land. Voor allerlei zaken, waaronder je ook je vermissingsbericht kunt plaatsen. Dus als... Wat heel vaak gebeurt is dat we heel actief zijn met social media berichten, maar dat de vermiste helemaal niet weet dat die vermist is. Dus wat zou eigenlijk de allereerste stap moeten zijn? Bellen. Maar die wordt waarschijnlijk niet opgenomen. Gaan we er even vanuit. Ja. Dan heb je natuurlijk ook, als iemand actief is op Instagram, kun je een privébericht sturen. Twitter. Je kan een Telegram bericht misschien sturen. Kijk op welk platform de vermiste actief was. Als het om tieners gaat, hou er rekening mee dat er veel online gegamed wordt. Dus Discord of Teamspeak, dat zijn ook online omgevingen waar mensen met elkaar communiceren. Waar een hele online vriendengroep achter kan hangen, die mogelijk meer weet over de omstandigheden van de vermissing. Ja. Je had ook nog een aantal tips die je zelf eigenlijk gebruikt. Het eerste wat ik sowieso zou proberen, en dat kan zowel op iPhone als op Android, Find My iPhone op iPhone, Find My Phone op Android, of een alternatieve app als Lookout die je daarvoor zou moeten installeren, zijn de locatiegegevens achterhalen van de telefoon op dat moment. Als de locatiegegevens aanstaan, je weet binnen een aantal seconden waar die telefoon zich bevindt. En misschien dus ook de vermiste. Ja, goede tip. Lookout, installeren. Ja, onderin. ik loop zo nu dan een rondje hard. Wat ik dan doe, is dat ik via WhatsApp voor een aantal uren mijn locatie real-time deel met mijn partner, met mijn vrouw. Zodat als mij toch iets mocht overkomen, dat ze nog via WhatsApp kan zien waar ik mij bevind. Dus je kan real-time je locatie delen voor een bepaalde. En een tip voor als wij met onze kinderen naar een pretpark of naar een andere locatie gaan waar we ze mogelijk zouden kunnen kwijtraken, en dat kan zomaar gebeuren, dan maken we vooraf even een foto, zodat we altijd een actuele foto hebben met kleding en hoe hun haar op dat moment zat op dat moment. Zodat als er toch wat gebeurde mocht, dat we die foto kunnen delen. Ja.
de gevaren, de risico's, zullen we die nog een keer benadrukken? Dat lijkt me wel handig. We hebben het net al gehad over gesloten groepen of open groepen. Op het moment dat je ervoor kiest om je bericht zo breed mogelijk te verspreiden, ja, hou er rekening mee dat als iets wordt overgenomen door een lokale krant of door een andere website met een screenshot of wat dan ook, je hebt dan niet meer de controle over het bericht over de vermisten. Dus kruimels die je achterlaat op het internet zouden ook schadelijk kunnen zijn in de rest, in de jaren. Tot slot, social media is samengevat een ontzettend krachtig middel, ja, maar er zitten wel zeker haken en ogen aan, ja, waar je rekening mee moet houden. De medaille heeft twee kanten. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik vond het leuk om Rick weer gesproken en gezien te hebben en om samen met hem deze vlog te maken. En allemaal weer tips en weetjes om een toch weer een vermissing voor te zijn, maar vooral ook hoe je social media in kunt zetten om een vermiste te vinden. En dan op een goede manier, zodat social media voor je werkt en niet tegen je werkt. En het is duidelijk, social media heeft meerdere kanten, ook gevaarlijke kanten. En daarom heet mijn volgende vlog: Vermist door social media kan dat. En dat kan. En hoe, dat vertel ik dus in die vlog. Dus volgende week. Blijf mijn vlogs volgen. LinkedIn, YouTube, Twitter. Gewoon onder mijn eigen naam, Irma Schijf. Tot de volgende keer. Doeg!